Hallo iedereen, gewoon Martijn hier en welkom bij een nieuwe commentary. We spelen vandaag weer Feed the Beast Let's Play. We zitten al aan episode 20, denk ik, als ik mij niet vergis. En ja, zoals jullie zien heb ik hier een kanjer van een boom staan. Dat zijn van die grote bomen die je daar ook hebt. Die krijg je als je 4 fir saplings, want dat zijn firbomen, naast elkaar plant in een vierkantje, dan krijg je zo'n gigantische boom. En ik heb een programma geschreven wat ervoor zorgt dat mijn turtle die hele boom gaat omhakken. We gaan het hier even uittesten. Dus, edit boom. Dit is dus het programma. Dus wat moet hij doen? Hij moet eerst graven. Dat is logisch, dan gaat hij dit blok neerdoen. Dan gaat hij naar voren. Terwijl er een blok boven hem staat, gaat hij voor zich graven, boven zich graven en dan naar omhoog gaan. Eens hij helemaal boven is, gaat hij daarmee stoppen, want dan zit er geen blok meer voor hem. Dus dan zegt hij false, dus dan doet hij dit niet. Dan gaat hij voor zich graven, dat die laatste blok helemaal boven weg is. Dan gaat hij naar rechts gaan. Hij gaat het blok rechts van hem weggraven. Dat dus dat blok is dan. Hij gaat naar links, hij gaat naar voren gaan en hij gaat naar links gaan, zodat hij hier staat terwijl hij naar voren kijkt. En dan gaat hij twee dingen doen. Dus terwijl er onder hem een blok is en het blok onder hem niet gelijk is aan hetgeen wat in zijn eerste inventory slot staat, dirt dus, dan gaat hij voor zich graven, onder zich graven en naar beneden graven. Dus wat doet dit concreet? Wel, ik heb het even uitgetest in mijn basis en mijn turtle bleef gewoon naar beneden gaan. Dus deze regel is heel belangrijk, dit en ding hier, dus hij stopt zodra hij een dirt blok tegenkomt. Dus we gaan dat nu even uittesten. We gaan eerst slapen, want anders zitten we met mobs die spannen en zo. Dus anyway, ik ben er best trots op dat ik dit gekregen heb, want het is echt een mega handig programma en niet veel mensen weten hoe het moet. Dus ik ga daar binnenkort waarschijnlijk ook een Engelse tutorial van maken, omdat echt veel mensen willen dit programma gewoon zelf kunnen maken of willen weten hoe het in elkaar zit. Ik heb het zelf geschreven, dus ik heb wel tutorials opgezocht over hoe je met while functions en end loops en zo werkt, maar ik heb het zelf geschreven, dus even een disclaimer. Of hoe noemt dat? Oh crap. Oké, okay. Anyway. Nu is het tijd om ons programma in actie te zien. Dus stel dat dit een boom is. Het is nu een hele dunne boom. Een hele korte boom. Dan doe je gewoon exit. Doe je gewoon boom. Hup, klak, klak, tjoek, tjoek, tjoek. Hij ziet, oh, er is geen blok meer boven mij, dus hij gaat opzij. Blok onder mij, blok onder mij, blok onder mij. En hij zegt, oh, dirt blok onder mij. Dus hij stopt en hij heeft die cobblestone terugverzameld. Dit gaan wij oprapen. Het belangrijke is dat die dirt blijft zitten, want dat hij weet wanneer hij moet stoppen. Dus nu gaan we eens zien wat dit doet met een boom. We moeten wel zien dat hij links vooraan begint, dus go forward 3. 2. Alrighty, nu staat hij goed. Boom. Ondertussen kun je... Oh, shit. Ondertussen kun je nu zien dat hij al die logs verzamelt en zo. En het coole is, ik heb enkel 4 saplings nodig om dit hele gedoe terug op te stappen. Dus al die bladeren zullen wel 1 sapling... 4 saplings droppen zeker. Maar anyway, ondertussen terwijl onze turtle die boom aan het omhakken is, wat ons weer superveel hout brengt... gaan wij iets nuttig maken dat heet een floppy disk. We hebben nu een heel cool programma geschreven voor onze turtle, dat willen we natuurlijk niet kwijtraken. Dus wat doe je dan? Je maakt een backup. Dat kan je in Minecraft ook. Wat heb je daarvoor nodig? Een floppy disk. Dat maak je met een paper en een redstone. Kablam. En een disk drive, dus om die floppy te runnen, dat maak je met redstone en smoothstone. Kablam. Ondertussen gaan we even onze recycler volstoppen. Nu is het vol, dat is goed. Boom. Boom. Oké. Okay. Anyway. Nu gaan we even terug naar onze turtle, denk ik. Toep, 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 toep. Ik vind deze heel cool. Ik vind dat echt de max. Ondertussen, wow, check dat. Checken we de saplings. 8 saplings. Misschien moet ik hier gewoon een column bij zetten om die saplings op te rapen ofzo.
Dat is misschien nog een idee, alhoewel. Als ik gewoon even passeer, zal ik wel niet zonder sampling zitten, denk ik. Dus ja. Zo erg is het niet. Ik heb hier wel toortjes moeten zetten, want het was hier donker. Dus er begonnen mobs te spawnen. En als we nu even naar omhoog gaan. Oh, wauw. Wauw. Kunnen we gewoon op onze turtle staan zelfs. Oh, dirtblok beneden. Stop. Boom. Bijna 3 stacks hout, zonder dat ik er één ding voor moest doen. Dus wat doen we nu? We gaan go back, go left, go forward, go right. Misschien schrijf ik wel een mini-programmaatje om ervoor te zorgen dat onze turtle dat automatisch doet. Maar dat zien we dan nog wel. Ondertussen mega veel saplings hier. Wauw. Fucking veel siblings. Dus deze gaan zo gewoon zo'n boom worden. Maar wat, nu, wat gaan we nu doen? We gaan zo de disk drive zetten. En die disk drive moet connecten met onze turtle. Voilà, jullie zien dat deze nu ingeploegd staat. We steken daar onze floppy disk in. En dan doen we cd puntje puntje. Ah, dan doen we gewoon directory. Dan zien we disk staan. Als we nu cp boom naar disk doen. En als we nu cd disk doen. Directory. Dan zien we dat het programma boom daarop staat. Dus als we nu cd puntje puntje. Directory. Cd programs. Als we nu directory doen. Als we nu. Dat was een testprogramma, maar dat is gefailed. En ik had dat beter daar eigenlijk geschreven. Als we nu copy vloer naar disk. En dan cd puntje puntje. Directory. Cd disk. Directory. Dan zien we dat vloer en... Dat is vreemd, vloer kunnen we blijkbaar niet kopiëren, ondertussen blijft het saplings regenen. Wauw. Ik denk dat ik voorlopig wel genoeg saplings ga hebben, ik zal er niet echt een column moeten bijzetten om die paar laatste saplings te verzamelen. Ik bedoel, ik heb een stack vol saplings, dus dat is wel genoeg. Dus deze floppy disk eruit pakken, de disk drive oprapen. Je moet er wel mee opletten, want als je een turtle breekt en hem dan ergens anders zet, dan marcheert hij wel nog. CD, puntje, puntje. Puntje, puntje, liever. Directory. Voilà, nu is het disk weg. Als je een turtle breekt, dan delete je alle programma's daarvan. Dus dan staan daar enkel de standaardprogramma's nog op. Dus als jij nu een mega cool programma geschreven hebt, zoals ik net gedaan heb, en je delete dat, dan is je turtle wel weg. Allee, dan is je programma wel weg. Ook de fuel blijft verdwijnt. Dus ja, wauw. We gaan er zo nog een paar maken van die grote bomen. Kwestie dat we sneller resultaat zien. En voor de rest, deze gaan we gewoon een beetje in een chest stappen ergens. Steken ergens gewoon. Hier of zo. Nee, dit is mijn farm chest niet. Dit is mijn farm chest. En deze mag weg. Dit is mijn waardevolle floppy disk. Met mijn turtle programma op, dus die steken we daarin. Wat heb ik nog om te laten zien? Ah, dit. Deze setup is iets verbeterd nu. Ik heb een column die vanuit een ender chest scrap in mijn mass fabricator zit. Want een pijp die blijft maar scrap sturen. Ik heb trouwens ontdekt dat die pijp die solar panel volsteekt met scrap. Maar zo overdreven erg is dat niet, maar... het coole is, deze golem houdt dat inventory in de gaten en die ziet, allee, die kijkt of dat vol zit. En zodra dat niet meer vol zit, steekt hij daarbij. Een pijp blijft gewoon gaan en zo. Dus het is heel moeilijk om exact de juiste hoeveelheid scrap te laten produceren om dat perfect te vullen. En die golem doet dat allemaal voor mij perfect. Je ziet dat het werkt, ik heb mega veel UU matter. Dit is een ender chest. Ik heb vrij veel blazes moeten doden om genoeg blaze rods te krijgen voor die ender chest. Ik bedoel, 8 blaze rods of zo. Maar, anyway, dus dit is een ender chest. De andere ender chest staat hier. Ik ben begonnen met eerst hier een pijplijn uit te graven. Die ik dan vol met pijpen ging leggen, zodat dat hier zo
Maar dat ging veel te lang duren en toen realiseerde ik mij van het is waarschijnlijk handiger als ik gewoon blazes ga farmen. Om dat te krijgen. Hier is een ender chest, hier is een barrel. Dat staat volledig vol, dus deze engine pompt scrap uit dit barrel in deze ender chest. Deze is enkel nodig tot als dat hier. Zodat dat barrel leeg is. Zodra dat barrel leeg is, kan ik gewoon dit verslaan, dit weg doen en gewoon dat rechtstreeks aan mijn ender chest koppelen. Eens zien wat voor stuffies we hebben. Oeh, vrij veel stuffies al. Misschien is leeg maar binnenkort. Jullie zien dat deze quarry ook volledig onder water staat en dat het een vrij grote quarry is. Mijn andere quarry was klaar, dus daar heb ik de engine van gepikt. En hierop gezet. Dus hier zet ik nu 3 engines aan, dus dat gaat mega snel. Maar mijn recycler kan nog altijd volgen. Zoals jullie zien. Wat hebben we nog om te laten zien? Oh, juist. We hebben nog een paar wacky stuff. Allereerst hebben we een of ander funky zwaard. Dat we gevonden hebben toen we een of andere spawner aan het raiden waren. Spijtig genoeg was ik niet aan het recorden. Sorry jongens. Sorry. Maar anyway, dan hebben we nog iets cool laten zien. Dat is dit. Een vile sword. Hoe maak je dat? Dat is een deel van de Soul Shards mod. Dus je gooit gewoon ijzer in de Soul Forge. Met zo van die corrupted essences. Dat weten jullie wel. Dit. En dan krijg je corrupted fragments. Die kan je samensmelten tot iron ingots. En tot corrupted iron ingots. En dan zo 2 en dan een stok eronder. En je hebt een zwaard. Maar wat is nu het handige aan dat zwaard? Wel, dat ga ik jullie zo meteen uitleggen. Ik ga het laten zien als ik het vind. Boom. Dit is mijn vile sword. Vile sword met sharpness 3 en soul stealer 3. Wat doet die soul stealer nu? We gaan dat meteen laten zien. Die soul stealer zorgt ervoor dat ik meer dan 1 soul krijg per kill die ik maak. Dus soul stealer 3 betekent dat ik 3 extra souls krijg. Dus wat betekent dat ik krijg? Als ik nu 1 zombie kill, dan krijg ik 4 zombie souls op mijn chart. Dus dit zwaard zorgt ervoor dat alles 4 keer sneller gaat. Deze jongens zijn nog altijd hunzelf. Dit raakt langzaamaan vol. Ik gebruik ook een klein beetje een scrap chest als ik iets heb dat ik niet wil hebben. En dan hebben we hier beneden onze chicken farm. Waarom? Omdat er een ander handigheidje is met soul shards dat ik jullie meteen ga laten zien. Punt 1, ik zou graag de eieren willen, daarom is deze jongen hier. Die raapt alle eitjes op en die steekt dat in die chest. Holy shit, dat zijn er veel. Dus zo kan ik mijn chickens groter laten. Oh crap, ik heb een ei tegen mijn kolom gegooid. Zo kan ik mijn chickens gemakkelijk farmen. Als ik ze niet doodgooi met een ei. Dus anyway, nu heb ik 46. We gaan dat meteen even demonstreren. Ik heb nu 46 kills in mijn shard zitten. Ik neem mijn vile sword. Ik kill 1 chicken. Ik heb 50 souls in mijn shard zitten. Wahaha. 50. Voilà, daarom wil ik dat file sort dus, omdat dat vrij handig is. Je kunt dat ook repairen met een anvil. Dus dat is wel altijd handig, want nu ik eenmaal Soul Stealer 3 heb, wil ik dat niet kwijt. Die is nog het ambetantste, maar waarschijnlijk bestaat er geen manier om dat te automatiseren. Het zou heel cool zijn wel. Ah, damn. Zo stom dat die suffocaten in de muur soms. Oké. Okay. Anyway, het is nog altijd een groot gat hier. En het is weer nacht. Fuck. Even slaapjes doen. Nadeel is wel dat de vile sword vrij lage durability heeft. Dus het gaat wel vrij snel omlaag de durability. Maar ik kan er nog altijd repairen, dus dat is niks. Maar anyway, wat ik dus aan jullie wil laten zien is het coole hoe je eigenlijk kan vals spelen met soul shards. Stel, ik heb een skeleton shard hier en een spider shard hier. En spiders interesseren mij totaal eigenlijk niet. Nee, echt totaal, ik bedoel, ik heb farms nu voor spiders en zo. Dan kan ik gewoon mijn anvil pakken. Ik gooi mijn skeleton shard hierin. Die is nu tier 3, 352.
Ik gooi mijn Spider Shard tier 2 in. Want voor 3 levels krijg ik een tier 4 Skeleton Shard met 670 kills in. Dus, ja. Daarvoor heb ik ook die Chicken Shard. Ik ga dus, en ook die Cow Shard. Ik ga dus gewoon koeien en chickens zo snel mogelijk farmen. Dat is een poging tot de Soul Stealer, maar ik had niet genoeg levels. Ik was een beetje gierig. En een Diamond Sword, omdat ik levels te veel had. En ik ben niet zo goed. En dan hebben we ook geloot in die, hoe noem het daar? Dat spawner totem gedoe ding. Weird shizzle stuff. Chup, chup, chup. Derp. Ondertussen hebben we ook al een Blaze Soul Shard. Door 200 kills verzamelen door een spawner. Ik heb nog een spawner gevonden, dus ik weet niet juist wat ik ermee wilde doen. Want hoe Soul Shards werken, vanaf elke. Je hebt 5 tiers en elke tier worden die sterker en beter. Dus vanaf tier 3 of 4, ik weet het niet juist, kan je van een andere wereld mobs spawnen. Dus deze shard werkt hier niet, omdat dit de gewone wereld is. Dus zodra die tier 4 of tier 3 of tier 4 is, werkt die wel in deze wereld. En daarom heb ik ook dit glazen doosje vol met water gebouwd. Want hier, dat is een soul cage, daar moet ik mijn soul shard insteken. En dan wordt dit mijn blaze farm ding gedoe. Omdat ik echt wel blaze rods nodig heb. Ik moet nog altijd eens een shard met een enderman, dus één enderman killen terwijl ik een lege shard in mijn inventory heb. Ik had er daarnet één, maar een creeper kwam erbij en blies hem op. Anyway, is er nog iets cool wat we vandaag willen doen? Boom, daar staat alweer een boom. Oh yeah. Wauw, het is die andere boom. Oh. Deze is misschien wel aan de tand. Voilà. Dus. Ah nee, wacht. Ik kan gewoon. Go right. Go forward. 5. Aha, perfect. Go. Hallo. Herp. Ah, ik kan niet. Dan doe je gewoon Ctrl T inhouden en dan Terminate. Vrij grappig dat een bloem die turtle stopt. Maar anyway, go left, go forward, 5. Hup. Herp, die derp, die derp. Je moet met dat programma echt wel opletten en weten wat dat je doet. Want er zijn al verhalen. Ik heb al verhalen gelezen van mensen, ik heb daar wel opzoekwerk voor gedaan en zo, met die wild functions en zo. En er zijn mensen die zeiden van, I tried this and my turtle went up to be never seen again. Dus als je er niet voor zorgt dat je turtle stopt zodra dat hij boven is, ja, dan blijft hij gewoon naar boven gaan. Hè. Dus nog eens voorwaarts en dan boom. Boom. Anyway. Deze is gewoon tweede fir tree in een sapling, dus die fir trees zijn echt wel de max eigenlijk. Want die zijn echt wel hoog en echt wel goed en die saplings maken mijn game precies wel een beetje laggy. Anyway, hebben we nog iets wat we vandaag kunnen doen? Hebben we nog iets wat we vandaag kunnen doen? Hebben we nog iets wat we vandaag kunnen doen? Denk Martijn, denk. Het is eigenlijk een vrij korte episode vandaag. Ik heb een extra solar panel, dus moest ik hier dit helemaal omgooien. Dus misschien zal ik deze binnenkort moeten verplaatsen, want eigenlijk staat hier echt totaal niet goed. Best wel stom van mij dat ik die daar gezet heb. Ja. We gaan deze gewoon disablen, want hij werkt niet echt. Hij werkt niet echt zoals ik hem zou willen werken. Ik moet er nog een systeem op vinden. Waarschijnlijk laat ik dit gewoon scrap produceren. In een chest die mijn column dan ook gemarkerd heeft. Dit is een markerblok, dus je moet uw column zeggen. Je moet hem op de inventory plaatsen. Het is een slimme column, dus je kunt zeggen langs welke kant dat hij items moet inputten. Dus ik heb hem op de onderkant ingeput, want daar moet de scrap in. En dan kunt je zeggen... met welke inventories dat hij rekening moet houden. Dus hier staat een wit markerblok naast. Ik heb hem gezegd dat hij met gelijk welke kleur moet rekening houden.
kunt ook zeggen hoeveel dat hij er mag insteken. Dus ik wil dat je er scrap in steekt en 64 scrap maximum. Die gewoon kan dat perfect aan. Deze scrap moet, motor moet dringend aanstaan. Want anders komen wij niet rond. Hup. Auw. Ah, deze is nog niet op de volle 100% actief, vandaar. Anyway, volgens mij was dat het zo'n beetje voor vandaag. Het is dus een kortere episode, misschien vinden jullie dat wel leuker. Ondertussen hebben we daar een boom omgehakt, denk ik. Allee, ja, wij niet. Onze turtle vriendje. Anyway, ja, ga dus binnenkort niet raar opkijken als jullie Engelse tutorials van mij beginnen zien, want dat is zeer normaal. Ik ga dat nog vaker beginnen doen, denk ik, Engelse tutorials of zo. Omdat dat een groter doelgebied is natuurlijk. Oh, deze had minder logs dan verwacht. Oh, right. Go back. Eentje. Aha, die heeft ook een sapling opgeraapt. Misschien breid ik het nog uit en zorg ik ervoor dat hij dat zelf doet. Die saplings planten en zo. Dat kan niet zo moeilijk zijn eigenlijk. Ja, anyway. Dat was het voorlopige turtle programma. Ik ga een barrel halen voor die saplings. Dat is het eerste wat ik gedaan heb met mijn eerste stacks wood. Die ik zelf nog gemijnd heb van een van die fir trees. Is barrels maken. Want ik kom echt altijd barrels tekort. Echt altijd. En barrels zijn zo handig. Ik bedoel, je ziet direct wat dat je hebt en er kan zoveel meer in dan in een chest. En je kunt ze echt zo perfect stockeren. Dus voilà, barrel voor dit. Nu hebben we een barrel voor saplings. Misschien zetten we er nog een, hoe noemt hij, bij, een column bij. Ofwel zullen we gewoon voor een watersysteem dat allemaal verzamelt en dan een column die dat opraapt ofzo. Dat zou ook wel nog kunnen, maar ik weet het niet echt zojuist. Oh, wacht. Ik kan die turtle... Ja, dat is juist. Je hebt zo'n command die heet turtle.sleep. En dan wacht hij een aantal seconden dat je hem zegt. En dan zuigt hij alle items op die in zijn bereik liggen. Maar ik weet niet hoe ver dat gaat. Ja. Anyway, daar kijken we volgende keer wel naar. Dus ja, voorlopig was het. Ik heb een programma gevonden dat ervoor zorgt dat mijn turtle voor mij hout verzamelt. Dus hout hebben we ook geen probleem meer. We hebben een beetje gewerkt aan onze Matter Fabricator setup die ietsje beter is nu, voorlopig. Tenminste om alle scrap die in barrels aan mijn dinges zit niet te hoeven verslepen. Niet manueel, dus ik zelf gewoon zo altijd zo barrel uitladen en dan stuff. Eigenlijk kan ik dat nu wel perfect doen met die ender chest hier. Oh, voilà, perfect. Anyway, dan kunnen we... dit al breken. Oei, dat is niet de bedoeling. Nee. Stop. Je was dingen uit mijn ender chest. Kan ik die breken? Ja, ik kan die breken. Hè. Dat vind ik het wel het handigste. En dan doen we gewoon dit. Boom. Voilà. En dan kunnen we deze al terug meenemen. En waarom... Oh, shit. Waarom is er een kabel gedropt? Volgens mij heb ik het kapot gemaakt. Ah nee, die pipe is gewoon gevallen. Niemand iets gezien. Herp. Derpity derp. Ik wil hier geen donkere ruimtes waarin dan een creeper kan kruipen die dan... door de muur glitcht en ontploft als ik hier passeer. Dat zou echt kut zijn. Anyway, over creepers gesproken, het is bijna nacht. Die matter fabricator, mass fabricator setup nog eens wat fixen misschien. Eerst een paar stuffies weggooien. Dit heb ik niet nodig. Dit. Ondertussen zijn deze jongens aan het gaan. Af en toe gooi ik er eens een stack cobblestone in. Zo graag dat ook weer wel op. En Herpty-derp. Er zit toch wel een beetje lawa in, hè? Auw. Dat zijn al 126 emmers. Meer dan genoeg
dan ik ooit ga nodig hebben, denk ik. Maar ja, meer is altijd beter. Dus ja, dat blijven we gewoon gebruiken. Denk, Martijn, denk. Volgens mij hebben we al een plan ontdekt. Dus anyway. Dus we killen deze setup. Die pipe en die pipe hebben we nodig. Ja, oké, ik heb al een plan. Ik heb een plan, jongens. Ik heb een plan. Deze chest wordt niet gebruikt en we gaan daar een barrel van maken. Werken die met barrels? Het zou wel handig zijn eigenlijk als die met barrels werken. Dus de wooden transfer pipe komt hier. Dan ons barrel komt hier en dat moet langs boven in ons barrel. Dus dan doen we dit en doen. Nee, dat gaan we eentje verder zetten, dat barrel. Plap. Oh, shit. Hup. Plok. Moet langs boven in ons barrel, dus dat barrel zetten we hier. Dan doen we dit. En dan nog één cobblestone pipeje. Ik had dus al twee stacks cobblestone pipes gemaakt voor mijn redelijk derpy setup van een gigantische pijpleiding. En nu hebben we nog altijd eentje te weinig. Ongelooflijk. Nu ja, cobblestone transport pipe heb ik binnenkort wel genoeg, blijkbaar. Deze en. Jij mag terug outputten. En jullie ook. Oh, nee, eentje te ver. Jij ook. Nee, dus terug eentje te ver. Hup, hup, voilà. Dat is de bedoeling. En jij ook, voilà. Ah, wacht, we hebben een redstone engine nodig die dat hier powert. Juist. Boom. Boom. Dus nu even checken of dit werkt. Oké, dus de scrap komt daar. Dat is goed. Scrap gaat omhoog. Dat is de bedoeling. En dan komt dat in de bel, dus dat is goed. En dan de markerblok. We hadden er zo twee gemaakt, denk ik. Nee, dat is mijn disk drive. Iron tank. Waar is mijn markerblok? Heb ik dat in mijn Thumbcraft base laten liggen? Waarschijnlijk wel. Herp. Oh, wacht, we kunnen even gewoon testen of hij het met dit doet als we dit markerblok weghalen. Ik ga weer door mijn vloer zitten, sweet. Oké, voilà. Dus dan doet hij niks meer. En als we nu hier achter een blok zetten. Hallo. Hup. Nee, dat werkt niet. Oké. Dan moeten we deze barrel ditchen. Stop even met scrap gooien dan. En deze chest nemen. Boom. Oh, ah. Fucking hell. Plop. Eeuw. En dan zetten we. Oh, scrap wordt al overal gedropt. Hup. Als we nu één scrap uit deze chest in deze chest steken, gebruiken. Ja, oké. Okay. Check. Goedgekeurd. En nu nog een marker blok vinden om aan deze chest te gooien. Volgens mij zit dat in mijn Tomcraft base die daar is en die daar. Dus anyway, ik vind Feed the Beast nog altijd cool en oh, het heeft gesneeuwd precies. Herp. Marker blok. Ja, één marker blok. Check. Herp. Ik vind golems echt mega handig, dus het is zeker de moeite om Tomcraft te doen, om ze te researchen, de golems. Alle andere items ben ik nog niet begonnen, maar die zijn waarschijnlijk ook wel de moeite waard. Alright, prachtig. Dus nu gaat onze golem dus afwisselen tussen deze chest en deze chest. Hierin zal scrap moeten zich beginnen ophopen en deze engine mag beginnen draaien. Oh, damn. Deze produce blijkbaar wel hoeveel scrap. Ah ja, want die zat vol met het ding. Dus anyway.
Hier hebben we een scrap producing setup. Hier hebben we de scrap van onze mijnen. Van onze quarries liever, die gebruikt wordt in onze. Hoe noemt dat ding? Mass fabricator of zo. Deze zit nog goed vol. Uiteindelijk gaat dit wel opgebruikt worden. En ik hoop en ik denk dat. Nee. Dat wil ik niet, maar dat wil ik wel. En dat ook. Dat ook. En. Dat is eigenlijk alles. Nee. Ja, oké. Dus we hebben nu charcoal ook. Dus dat kan ik gebruiken voor torches. Even zien. Breakdance en de squid weer. Even zien hoe diep we al zitten. Als we er geraken zonder te verdrinken. Oh ja. We zitten nog totaal niet echt. Nog totaal niet diep. We kunnen zeker nog een. Laag of 35 minen ofzo. Dus. Dat is wel nog chill. Binnenkort gaan we misschien ook wel iets mee doen met die olie en zo. Maar anyway. Ik hoop dat jullie het vandaag wel leuk vonden. Binnenkort komen er Engelse tutorials over Feed the Beast op mijn kanaal waarschijnlijk. Mocht daar naar kijken, ik zal gewoon de stuff die ik jullie nu zeg in het Nederlands in het Engels uitleggen. En misschien ook iets tutorialachtiger dan ik nu doe. Hier moet ik echt nog iets op vinden, want zodra die special slot vol zit hier, stopt dat ding. Dus dat is wel vrij aan het. Anyway, dat was het zo'n beetje voor vandaag. Volgende keer gaan we waarschijnlijk iets met bijen doen. En waarom... Ah, hier. Idioot. Dat is omdat er altijd... Dat is waarom er altijd scrap uit vloog. Omdat die... hier gaan we misschien nog een beetje meer igneous extruders moeten zetten. We hebben nog plaats voor 1, 2, 3, 4, 5. En dan daarboven nog wat. Dus ja, we willen nog wat ruimte voor uitbreiding qua solar panels. Niet of ik moet de fabriek hier wat uitbreiden, dat hier nog solars kunnen leggen. Deze moet ik ook nog allemaal eens leeghalen. Hier zit gewoon rommel in. Ja, rommel dus. Als ik even passeer en ik zie iets stom in mijn inventory liggen dat er totaal niet moet zijn, dan gooi ik dat daarin. Anyway, dat was het zo'n beetje voor vandaag. En ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Dus dan zeg ik comment, like en sub. En hopelijk tot later.